Jong mensen van de GZX Gamers, welkom terug bij Spiral Knights. Ik ben bang dat ik jullie moet tellen, ik moet twee episodes opnieuw opnemen. Want ze er dus niet meer zijn. The Silent Legion, dat is dus deze, en Terminal Meltdown. Dat is deze, of deze. Ik kan merken dat ze niet allemaal te lang zijn. Ik doe er nu even eentje. De Silent Legion. Sorry, party. Nee, iemand? Die party? Vent? Nee? Elite? Nee, niemand speelt deze. Dan wordt het de speedrun. Aan mijn best. Dan ga ik speedrunnen, jongens. Dan doe ik het alleen. Want Colin kan even niet. Zijn spawn uit. Ze moet. Om even te leveren. De rest van de episodes zijn wel meestal gedaan met mijn patrol. Dus. Even wachten. Misschien zijn ze een beetje donker. Kan ik Brian eens even doen? Kijk, die is veel beter. Oké, bruin is omhoog. En dan gaan we. De missie is trouwens Pursue Guardian Knight Argus and bring him back to Haven. Als er niets opgevallen wat er is gebeurd, de laatste keer. Een oude... En een Spartan Knight Warden. Genaamd Argus. Die is naar de Trojanen gegaan. En is sindsdien niet meer teruggekomen. In de missie was trouwens met hem. En ze vermoeden dat hij een Trojaan is geworden. Nadat ze dus dat bericht hebben gehad. Hij wil niet meer terug naar de Spiral Knights. Dus moeten wij hem kijken of we hem misschien kunnen helpen ofzo. Dus we gaan ervoor. En het werkt mooi. Partie weet ik niet. Even wachten. Ik heb echt deze laadscherm gemist. Oké, we kunnen beginnen. Speedrunt uit. Ik zal even snel laten zien hoe de map eruit ziet. Gitmap. We gaan ervoor. Want het probleem van speedrun is natuurlijk dit gedeelte. Het is alleen maar dat ik dit voor jullie doe, hè. Oké, run. Hup. Oh god. Hij laat, waarom laat hij? Oh. Fuck. Fuck. Waarom? Ik ga dood, jongens. Fucking speedrun technologie.
shit. Oh, mijn god. Slecht schild is het eigenlijk. Wat de prik! Ja, dit kan ik niet in mijn eentje, jongens. Ik heb gelukkig sparks. Ik kan hier echt niet tegen. Ik haat solo. Wauw. Kom op. Kunst. Oké? Ja, ik heb een pil. Ik kan er net zo'n heel groot. Shit. Waarom gaat die man dan nooit dood? Nee. Wat voor... Kun je weer van mij? Juist. Nog een pil, neem ik in. Hup. Pak. Welke mode staat hier al? Pak het aan mijn kant. Ik zie de exit. Ga dit menen. Dit is echt BS, jongens. God! 7. En die pil in! Waarom ben ik poisoned? Die gozer was er natuurlijk nog steeds. Wauw, ik heb een hekel aan het spel! Iedere keer wanneer ik solo doe gebeurt dit. Het is net alsof solo impossible is. Ja hoor. Hoe heeft me kunnen raken?
Waarom laat hij? Oh, vervelend. Was dat het? Nooit meer. Nooit meer. Ik ben dol op speedrunnen, maar dit is echt niet normaal. Ik heb het gevoel dat dit niet een speedrun is, maar oké. Dank je. Een hart. Oké dan. Cold Heart. Nou, dat is sowieso gewoon daar niet meer doen. Oké. Oh nee. Het ziet er goed aan, maar het is niet goed genoeg blijkbaar. Veel beter zelfs, maar ik snap nog niet zo goed in dan. I'm done. Nou, dan moet je opstaan, nietwaar? Kom op. Fuck it, echt waar. Super slecht schil. Oh, mijn god, ik heb echt zo'n hekel aan. Kill hem op, mens. Kom op. Oh, mijn god. Waarom? Waarom? Waarom is Rozen hier? Oh, mijn god. Ik kan echt niet tegen deze levels. Ik ben geraakt niet! Dat doe ik verkeerd! Ik begrijp het echt niet. Ik snap echt niet. Ik doe alles goed, maar... Oh mijn god, hier word je toch... Hier, daar word je zo... Daar was ik toch pissed off van, jongens. Ja. Ik kan er niks tegen doen, dat staat vast. Oké. Kijk, nu kan ik er helemaal niks meer aan doen. Laden! Waarom laat hij? Oh nee, echt waar, waarom? Dit helpt gewoon niet, hè?
Ach jongens, ik ga gewoon weer geld aan geven aan Sparrow Knights, zodat ik weer Sparks kan krijgen, omdat ze dat zo graag willen. Er blijkbaar geen andere manier is om Sparks te krijgen. Maar ja. Ik kan heel skill doen. Om geluk te hebben kun je dit super cool doen. Of niet. Kom op jongens, hoe moeilijk was het nou? Ik had gewoon moeten surviven. Kom op! Dat was sowieso mis. Run! Ik zie wat je doet. En ik mag het niet. Nee hè? Kom op. Ik wil deze hebben. Oh, nooit meer, nooit meer, nooit meer, nooit meer. Ik heb er zo weinig aan, weet je dat? Cryptic Sanctuary. De volgende keer dat ik energy go moet ik het goed gebruiken aan items. Echt waar, dat scheelt. Shield sucks. Oh nee, dit is pas echt een stom level. Dat is wel het laatste gedeelte, maar ja. I'm drawn to this place. In the eyes of the silent warriors, I see myself. Cold, strong, and flinching and crumbling. I've been asked to let it go, to move on. But this I cannot do. Their faces, their dying cries, they haunt me in my dreams, so I no longer sleep. Now I see them when I close my eyes, so I shall not blink. I will remain here among the stones, never blinking, never forgetting. Deze gaat er dus zeer depressief. En genoeg reden om dat te zijn. Deze zou zijn nog doen. Oh, hier is deze. Oh nee, dat zie ik niet, dat zie ik niet.
Zonder draai draaien. Yes. Nee, ik dacht dat je dood was. Oké. En meer door dit volgende. Oké dan. Ik kan eraan dat deze kumpuppies zijn. Zo, nu ben ik af. Moet je dan zien, dit zijn de kumpuppies. Maar ik denk dat het echt was, weet je wel. Oké. Echt een peerswebbe nu. Zo'n snarlhoorn. Nu sterf je! Waar is die? Ah. Oh, was dat stom? God, wat zijn er honden toch annoying? Eindelijk. Oké, je kan teruggaan voor deze dudes. Ik recommend het natuurlijk niet. Als laatste. Net als deze missie. Ik recommend hem echt niet om alleen te doen. Eigenlijk als alle andere missies ook. Ik recommend helemaal geen missie om alleen te doen. Over. En dat is één. Oké, dat is twee. Door. Oh ja. Het ergste stukje. Want je zult nu zien wat er gaat gebeuren. Ja, deze is echt. Oh, dit is niet echt. Ik dacht wel. Oké. Dan heb je hem, Arcus. Have to send you for me to bring him back? No, I'm where I belong. I no longer serve the spiral order, now I remain here. Leave this place and never come back. Leave me be.
Ja, Vanguard dan. Vanguard! Equatorial ziet er wel cool uit in zijn Vanguard outfit, vind je ook niet? Vergeleken met hoe het eerst uitzag. Dit is wel echt een super coole verbetering. Er was dus één echte, maar die niet geactiveerd was. I could swear I heard them just now. Their voices carrying the wind. No longer. Screams, no longer cries with pain. Are they leaving me be? Why must I leave me be? You, I want you not to proceed. Stay here. To stay away from me. Now you'll learn. What they did. That those who are close to me die. What? 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 Hoe dan ook, boss battle. Deze gozer is sterk. I swear to God. Je zult het echt zien, jongen. Oh mijn god. Ja, pak. Nee, 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 nee. Je ziet, hij is net echt een spiral. Hij is weak against piercing, maar heb ik niet. Hij is net echt een player, zie je dat? Weet je wel, valt aan als een player. Maar ik heb een gun. Hij is natuurlijk wel echt een sterke. Shit. Hij is ook echt een spiral warden, hè? Hey! Kijk uit. Hij had een spark of life. Zo sterk is deze dude. Hij had een spark of life. Oké, dat is één. Nou, zullen we zien. Ik kan hem wel aan in mijn eentje, maar is het dood? Deze dude is echt super sterk, hoor. Ik heb echt van die mooie sterke 5 wapen shit. Deze gozer is echt een hele kluif. Dude. Dit had je niet hoeven te doen, hè? Ik kan het ook normaal. Nou weer dat? Oh. En hij is weer down. Maar onthoud. Deze gozer is echt niet een piece oké. Okay. Vooral deze fase niet natuurlijk. Nou, dat was mooi dat hij. Ik heb wel een Spark of Life moeten opofferen, dat is wel heel erg jammer.
Nee, hup. Rennen, rennen, rennen! Dude, waarom deed je niks? Ja, dat is nog niet even kunnen gunnen. Oh mijn god, dude, gaat het dood. Zijn we niet dood? Arcus, please. Ah nee, Arcus, Arcus, Arcus. Arcus, can we talk about this? Arcus? Arcus! Oeh. Dat hij dood was, jongens. Kan je niet dood te zijn? Kijk! An intense sadness radiates from his final form. His eyes fade and the darkness washes over. Marcus is lost. Dat was echt een hele zielige tekst. Ja, je moest sense in hem slaan. Je kon niet anders, want jij werd ook zelf aangevallen. Je moest jezelf wel verdedigen. En dit was helemaal niet de enige manier. Maar dat was de Argus missie. Sorry voor mijn gezeik af en toe. Dat moest gewoon, want je moet er natuurlijk iets bij. Mijn zonkspel. Ik heb niks meer aan de hand, maar dankjewel. Ik had te veel crowns, maar hoe dan ook. Dat was deze missie. Ha, schrok je. Ze moet beter armor gaan kopen misschien, dat is wel heel handig. Echt Vanguard armor misschien. Even kijken welke twee ik het makkelijkst kan krijgen. Ja, ja. Bam. Wat is het, Cora? Als Aynil, we zitten van nu alleen nog ik heb tenminste nog één missie te spelen en dan ben ik klaar. Dat is dus allemaal gewoon record. Tenminste, neem ik aan, even checken. Ja, dat is allemaal record. Ik hoef alleen nog maar Terminal Meltdown te doen. Nou klaar, ik zie je de volgende keer weer. Later.